je in de vreemde zet en je leest in een krant van die mooie oude stad in het verre Nederland. Dan kruipt er iets bij je omhoog, dan duurt het je overal pijn. Dan denk je dikwijls bij jezelf, wat zou ik er graag zien? Welkom bij Kruipen in de Regio. Ook vandaag gaan we weer de streek in om te praten met mensen die iets hebben met de plek waar ze wonen. Vandaag zijn we in Wijchen. De gast is een man die al zijn hele leven naast het kasteel woont. Pieter Gulik. Pieter, van harte welkom in ons kasteel. Hè, vandaag is het ons kasteel in Wijchen. Ja, maar jij bent geboren en getogen in Wijchen. Ja, ik ben een echte Wijchenaar. Al eigenlijk, onze familie woont al 250 jaar in Wijchen op het Zadelaars. Dus ik woon hier precies achter het kasteel. Ik heb vorige week een rondleiding in het kasteel gehad. En toen bleek dat ik denk al dat aan de achterzijde het woonde, dat het vroeger de ingangszijde is geweest. Maar dat praten we over 600 jaar geleden. Maar ik ben dus in Wijchen naar school gegaan, de lagere school. Wijchen was toen nog maar een kleine gemeente. 8000 inwoners als ik het goed heb. En Wijchen is loopt jaar wel erg gegroeid. Vroeger over de spoorlijn, wat nu Wijchen Noord is, dat was er niet. Vroeger de Vaal en Dries, wat nu eenmaal naar Alverna toe loopt, was er niet. Onze lagere school stond op de Oosterweg en ja, voorbij de kerk was niks meer. En dan moesten we nog 200 meter lopen naar de school, het was alleen maar weiland. Ja, een paar huisjes, een paar boerderijtjes links en rechts. Dus Wijchen is de laatste 50 jaar wel erg groot geworden. Wat, je ging dan hier op school, hè? Ja. Vlakbij. Daar, ja. Daar gingen de meeste kinderen uit het dorp dan naar school. Ja. En wat deed je dan bijvoorbeeld tussen de middag? Dan ging je even hier naar huis? Maar ik moet er nog bij vertellen. Wij hebben nog echt op een jongensschool gezeten. We hadden dus een jongensschool aan de ene kant van de weg en een meisjesschool aan de andere kant van de weg. En s'morgens om 8:45 volgens mij, dan luidde de bel. Ja. Kwam de hoofd van de school daar buiten op school bij de bel, moest iedereen naar binnen. Tot 12:15 en tussenmiddag ging je naar huis en 2 uur begon de school weer, tot 4. En dan was het middags vrij. Speciale tenue? Nee, dat was wel vrij. Nee, het was een jongensschool, dus allemaal korte broeken en kniekous. En dan kon je wel revolten en vechten, dan ging er niks kapot. Je had nooit een gat in de broek, alleen de knieën kapot. Maar dan is het ook wel spannend, hè? Want de meiden zitten dan op andere school. Dus tussen de middag en na school. Maar dat begint pas eigenlijk, want we hebben toen nog, de 6e klas was de hoogste toen. Hè? Ja. Kleuterschool was een aparte school toen nog. En dat begint pas in de 5e en 6e klas. Hè? Kijk, op de 1e, 2e en 3e klas, dan kijk je er niet naar. Nee. Op het eind van de lagere school was het toch wel anders. Ja. Dan gingen we stiekem naar de overkant. Van de school, de meisjes gewoon naar de gymzaal en dan kijken of we wat konden zien. Okay. Maar zo ging dat. Ja. Zo ging dat. Maar die activiteiten dan, smiddags na school? We hebben heel veel gevoetbald. Mm-hmm. We hadden echt ook familieteams voetbal. Ook buurten die tegen elkaar voetbalden. Want er waren eigenlijk allemaal jongens die bij ons op de lagere school zaten. Of we voetbalden wel eens tegen jongens uit Hoezek of Averna. Maar wij heel veel zijn gevoetbald en ook heel veel. Wat nu allemaal woonwijken zijn, waar vroeger weilanden, dan gingen wij, streupen is een groot woord, maar dan gingen we gekke dingen doen. Ja, we waren altijd buiten. Ja, geweldig. Ja, en dat is natuurlijk nu niet meer. Nee. Dat is absoluut wat minder. Nee. En toen na de lagere school, toen ging het door? Nou, na de lagere school ben ik naar Nijmegen gegaan. En dan heb ik op de HAVO gezeten op Dennisstraat in Nijmegen. Ik heb 5 jaar gezeten. Toen ben ik na de HAVO naar Bokstol gegaan. Dat was de schilderschool. Er waren 3 schilderscholen in Nederland. Als opleider voor ondernemer in het schildersbedrijf. Daar ben ik dus eigenlijk geworden. Daar ben ik nu nog. Ja, geweldig. Maar het was dus wel zo dat de meesten die dan wilden een middelbare opleiding wilden hebben. Ja. MAVO, HAVO gingen wel allemaal naar Nijmegen. In Wijchen was toentertijd alleen maar een LTS en een MAVO. Okay. Maar ik kreeg toen het advies MAVO, HAVO, dus daar kon in Wijchen niet, dus wij moesten wel naar Nijmegen. Ja, met de bus? Nee, met de fiets. Met de fiets. Dat kan de jeugd ook niet worden. Ik kan me niet herinneren, misschien 1 keer met de bus geweest, maar altijd met de fiets. Zware winters, wind, niks regen, uit, maakt fiets, niks uit, met de fiets. We waren altijd met de man of 5, 6, was hartstikke leuk. Dus ik heb er een goede herinnering aan, laat ik zo zeggen. Ja, was hartstikke leuk. Ja. Ja.
En dan het stappen, hè, wat je dan zo'n beetje op je 15e, 16e begint te doen. Ja. Was er dan allemaal op Nijmegen gericht? Nee. Of had je hier ook wel op buurtcafés? Nou, ik had een paar vrienden en die gingen toen tussen 17 en 18 waren, die gingen studeren. En die hadden een hogere opleiding als ik. Die zat in Wageningen. Of daar ging ik dan wel eens uit. En sommigen zaten in Utrecht. Maar in Wijchen, in die tijd gingen wij altijd. Tegenover de kerk was een kleine discotheek. Was trouwens een paar weken terug in Wijchen nog een reunie van geweest. Die is afgebrand 30 jaar geleden. Maar dat was gewoon, de dorpsjeugd zat in de discotheek vrijdag, zaterdag en zondags. En zondagsmiddag hadden we bij Zaal Sterrenbos was het disco-middag. Ja. Dat was van 2 tot 5 en dan kwamen ze vanuit de hele omgeving kwamen ze naartoe. Ja. Was toen een tijd nog, kwamen zelfs de AVO Top op disco-show en dat soort dingen die kwamen dan allemaal. Maar dat was toch ruim 1500 man, 2000 man ging daar naar binnen. En dan hadden we zondagsavonds, dan gingen we of naar Zaal Verploegen, dat was dan hier in de Hoezek. Dat was een high metal live muziek. Of we gingen buiten de regio, gingen naar Brabant in of naar Groesbeek. We hebben wel goede jeugd gehad. Stelletjes die ontstonden wel met meisjes. Ja, vriendengroepen. Vriendengroepen. Ja, wij hebben mijn vriendengroep van toen ik 16 was, die zijn nou nog bij elkaar. Dus dat is wel leuk. Kijk, er vallen wel eens mensen af, komen mensen bij, maar in de basis is het altijd hetzelfde gebleven. Maar dan zou je kunnen zeggen dat het een hele hechte gemeenschap is, Wijchen, vandaag de dag. Ja, dat was vroeger eigenlijk ook al. Ik denk dat het nu zelfs ietsjes minder is, omdat je toch meer Wijchen is gegroeid. En vroeger ken je iedereen. Nou ken ik nog wel heel veel mensen in Nijmegen, maar van de nieuwere wijken van de laatste 20, 25 jaar zijn ook importmensen gekomen. Dus dan heb je toch, die ken je niet allemaal meer. Nee. Dus via je eigen kinderen weer, kom je toch weer in contact met de kinderen van. Dat blijkt dan vaak dan de ouders die je dan ook weer kent. Zo werkt het dan weer maar. Wat zijn nou echt specifieke zaken die echt zo veranderd zijn dat je zegt, ja, het leven van toen en het leven van nu. Naast dat je natuurlijk import hebt. Ja. Wat is er zo echt veranderd in jouw ogen? Nou, wat er veranderd is, denk ik wel, vroeger was er minder verschil tussen de mensen. Mensen waren, iedereen moest hard werken om een boterham te verdienen. En nu zie ik steeds meer een beetje meer klassenverschil begint te komen. En dat was vroeger niet. Vroeger waren veel meer, je deed alles met elkaar. En ook wie zat elkaar bij de voetbalclub of bij de carnavalsvereniging of weet ik veel. Maar nu zie je meer. Moet ik zeggen, we hebben bijvoorbeeld heel veel last hier in het zand gehad van hangjeugd bijvoorbeeld. Ja. En dan zijn die kinderen, die ken je niet meer, die komen uit de buitenweg en die komen hier dan de hele dag een vertier zoeken. En dat had je vroeger niet. Vroeger trokken ze veel meer met elkaar op, omdat het te kleinschaliger was. Ja, maar dan had je misschien ook hangjeugd, alleen je wist nou, wie het niet, was. Niet in die mate. Mm-hmm. Nu is het echt wel hangjeugd waar ze af en toe overlast van hebben. Ja. Dus dat is het verschil en dat was vroeger niet. Dat was vroeger was het meer één, vind ik. Zo kijk ik er tegenaan. Ja. En dan zo'n kasteel, die heb je natuurlijk ook zien veranderen in de tijd. Nou, het kasteel op zich is natuurlijk niet zo heel erg veranderd, maar de gebruik, ik weet nog wel, toen ik klein was, was het kasteel was nog gemeentehuis. En dat is 25 jaar geleden is dat veranderd, dus of 30 jaar geleden was het nieuwe gemeentehuis hier gekomen. En is de functie van het kasteel is veranderd. Er is een antiquitair ingezeten. Nu staat het leeg, nu wordt het gebruikt voor vergaderingen. En wel een beetje zijdelings nog betrokken bij het kasteel. Maar de functie is dus wel veranderd, maar het kasteel aan zich is niet veranderd. Het is wel een klein beetje, kijk, zo'n puist stond er vroeger niet in. Maar van de rest in de hoofdlijnen is het eigenlijk allemaal nog wel hetzelfde. De tuinen eromheen en zo. De tuinen eromheen waren vroeger mooier. Ja. Er waren echt aangelegde tuinen, maar nu is het, het is meer een weiland geworden. De voorkant gaat dan nog wel, maar opzij, op zich is het niet meer wat gewist is, laat ik het zo zeggen. Maar goed, ze zijn van plan om de hele tuin opnieuw te gaan herinrichten, dus laten we hopen dat het goed komt. Nou kijk je al je hele leven uit op het kasteel. Hè? Ja. Wat is er zo bijzonder aan het kasteel en de tuinen? Nou, het is natuurlijk fantastisch als je zegt waar woon je. Ik woon in Wijchen, ik woon aan de achterkant van het kasteel en ik kijk op het kasteel. Het is mijn kasteel, want het ligt bij mij in de tuin. Het is zelfs gebeurd in 2002 waren wij, ons bedrijf was het kasteel aan de buitenkant aan het schilderen. En zoals je hier ziet zit er water rondom het kasteel. En dan hadden wij speciale pontons, die werden aan elkaar gekoppeld. En dan bouwden wij een steiger op van 15 meter hoog. En dan konden we zo rondom het kasteel varen om de buitenkant te schilderen. Dat hebben we afgelopen paar maanden ook gedaan. Maar in 2002 was bijzonder, toen had ik het was slecht weer, had ik de hele voorkant van het steiger ingepakt met zeil met reclame erop van ons bedrijf. En ik
kijk zaterdagmiddag vanuit mijn huis kijk ik zo naar het kasteel toe. En ineens zie ik jongens met vuurpijlen afschieten, zie ik lopen. En ik zie zo'n vuurpijl van over de gracht komen. Die gaat door het doek heen van Steiger. En meteen zie ik de vlammen uit het doek komen. Ik heb, we hadden toen net allemaal mobiele telefoons, dus ik had mijn mobiele vinger, ik ben hier naartoe gerend, de brandweer gebeld. En ik had de sleutels van het kasteel, dus ik kom erin. Mm-hmm. Ik heb de poort losgemaakt, ben daardoor de raam naar buiten geklommen. De bak, ik had het verkeerde raam gekozen, dus de bak die lag 2 meter verder als het raam. Toen ben ik gesprongen, ben ik half in het water gevallen, Pieter! En half op die bak terecht gekomen. Er stond gelukkig een emmer in, ik heb de brand geblust, anders was het kasteel afgebrand. Waanzinnig zeg, jeetje mina. En op het moment dat ik het geblust had, kwam net de brandweerwagen allemaal aan. Dus jongens, is niet meer nodig. Ik heb het dan in mijn eentje geblust. Ja. God, dus dat was leuk. Ja. Dat was nou, leuk voor Wiegen. Leuk voor Wiegen, ja, maar ook... Ja. Maar de vlammen vlogen inmiddels al 15 meter hoog uit het zeil. Het was helemaal van boven naar beneden in de brand vlogen. Dus niet alleen een binding met het kasteel, je bent gewoon de redder van het kasteel. Ja, dat is wel een heel groot woord, maar... We doen een poging. Ja, hè? Precies. Als ik nou aan je zou vragen, van waar sta jij over 10 jaar? Woon je nog hier in Wiegen? 100% zeker. Ik zal niet verhuizen. Of ik moet lichamelijk ongemakken krijgen. Maar ik heb mijn huis nu al ingericht, zodat ik kan nog wel 30 jaar blijven wonen. Dus het is ook een beetje de binding. Hè? Ik heb straks verteld van mijn familie woont al 250 jaar op hetzelfde stukje grond. En mijn vader heeft het huis gebouwd. En het huis van mijn buurman rechts is het oude huis van mijn vader, grootvader en overgrootvader. Dus er zit wel echt, echt binding. Binding met de grond, laat ik zo zeggen, en mijn Wiegen. Fantastisch, ja. Dus, in jouw woorden, wat is Wiegen? Wiegen is... Nou, ik vind Wiegen een gezellig dorp, een gezellige gemeenschap, maar je moet het zelf gezellig maken. En dat doen wij regelmatig. Heel goed. Ja. Pieter, ik wil je bedanken voor het prettig gesprek. Oké.